Zometeen na de reclame in Showtime, Geert-Jan Dreugen vertelt waarom hij stopt met Glimmerland. En André van Duin praat over zijn nieuwe televisieshow, die wel heel spraakmakend wordt. Ja, tot na de reclame dan maar. Christmas in Vienna. Met Diana Ross, Placido Domingo en José Carreras. Nu ook Christmas in Vienna 2. Met Placido Domingo en Dionne Warwick. Christmas in Vienna 1 en 2. De mooiste kerstcd's aller tijden. Stap in voor een avontuur. Ga met Michael J. Fox mee naar... The future. Don't talk to anyone. Don't touch anything. Don't do anything. Don't interact with anyone. And try not to look at anything. Tijdreizen is verwarrend. There are now two of me here. And there are two of you here. Maar het biedt onbeperkte mogelijkheden. All you gotta do is bet on the winner and you'll never lose. Marty en Doc reizen op en neer tussen 2015 en 1955. Een film waarvoor alle mogelijke trucages werden gebruikt. Steven Spielberg presenteert Back to the Future 2. Zaterdagavond om 9 uur bij RTL 4. Altijd de beste. De postcode loterij helpt. In het spijt me kunt u een ruzie goedmaken door een bloemetje aan te bieden. Heeft u iemand die uw dierbaar is diep gekwetst, uw lievelingsnicht beledigd of uw allerbeste vriend al jaren niet meer gezien door een ruzie en durft u niet de eerste stap te zetten? Bel ons dan, want misschien kunnen wij namens u een bloemetje aanbieden. U kunt ons nu bellen, de redactie zit voor u klaar. 06-300-444. In mijn crash speelden mijn zoontje Caio en zijn beste vriendje zo lekker in hun dunne luiers. Maar die dunne luiers hielden ze niet altijd droog. Omdat ze konden wijken en vroeg of laat konden lekken. En dan was zijn huisje nat. Dus niet altijd een pretje, die dunne luiers. We gaven Monique nieuwe Pamper Stretch Ultra Thin. De droogste dunne luier ooit. Ik wist niet wat ik zag. Alleen deze Pampers hebben speciale stretchbandjes aan de taille en zijkanten die perfect aansluiten en met uw baby meebewegen. Andere luiers kunnen wijken en lekken, maar nieuwe Pampers Stretch geven lekkage praktisch geen kans, dus houden uw baby droger. De droogste dunne luier ooit. Toen ik die probeerde, waren ze niet meer te stoppen. En hun Pampers wijken niet, dus ze blijven keurig droog. Het is zo fantastisch om ze zo blij te zien. Nieuwe Pampers Stretch Ultra Thin, de droogste dunne luier ooit. Voor vrije, blije baby's.